Je, nu? je weet het meteen. In het Houken worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor ouderen. Dit keer was er een modeshow die specifiek was gericht op mensen vanaf 50 jaar. Nou, ik organiseer hem dus zelf niet. Dat doet van de Kloostermode en die komt altijd met het voorjaar en het najaar met een modeshow naar hier. En dan kunnen de mensen dus die kunnen de modeshow bekijken. En dan daarna kunnen ze dus wat gaan aanschaffen. Ik kom allemaal wel op dezelfde manier hè. Elk jaar ben ik al hier. Nou, en dat is natuurlijk mooi, want het is misschien wel nodig. Want niet elke oudere kan, is makkelijk mobiel. Wat vindt u daarvan? Moet daar ook nog iets aan veranderen? Nou, de meeste mensen hebben hier uh, toch een deeltaxi en die kunnen naar de stad in ieder geval. En anders hebben ze wel iemand. Want uh, wij zijn wel aangebouwd aan de flat. Maar de flat hoort niet bij ons. Die, die mensen wonen allemaal nog uh, zelfstandig. Dus uh, dit is uh, een wijkcentrum geworden uh, waar behoefte aan was. Heeft altijd bestaan. Is in 2006, is het oude plat gegaan. En toen is in 2007 zijn wij in het nieuwe getrokken. Toen is het verbouwd. Dus dit is van uh, 2007. En vindt u het dan bijzonder wat u ziet? Nou, een beetje bij de tijd blijven. Anders dan, als je, ik ben al ouder dan jullie. Dus ik doe andere dingen aan. Hè. Meestal is het, kan ik precies zeggen, wie er naar de mode show komen. En ik ken die mensen, want ik werk hier dus nu 12 jaar. En uh, de mensen die uh, ja, de meeste die ken ik dus wel. Of iets voor je is Breda nu. Je weet het meteen.